Gelpaan, we zijn weer aangekomen bij de volgende bestemming. EV's. A man of 75 years old discount. Ja, dan kan onze citytrip beginnen. Waarom lukt het nooit bij jou? Oh, daarachter. Ja? Dat was een bordeel. Bordeel? Daar ben ik net even eens kijken. Daar ligt nog een uit de oudheid een condoom. Ik neem aan dat je dan hier zo ging zitten. En je dingetje er doorheen. Ja, zo zat je. Ja, dan zit je goed. Wat er nu gaat gebeuren, weet ik niet. Ik heb geen idee, joh. Wat gaat er gebeuren? Het wordt steeds erger. Ik zie eruit zijn morgens. Je moet het even als het gestrest was, maar zo hebben ze niet. Daar teruggeslagen. Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een dik half uur camperavontuur vanuit het veelzijdige Turkije. Geniet lekker met ons mee. We vertrekken vandaag vanuit het kustplaatsje Akay en rijden naar Ayvalık. Het is een korte etappe, maar het belooft weer een hele mooie route te worden. We komen weer van alles tegen op de weg. Het is lekker op de trekker en rijden op de vluchtstrook van de snelweg, ja, waarom niet? Hij zit ook te bellen. Ook lachen, deze soort van Bassie en Adriaan auto. We komen aan in Ayvalık, dat een leuk toeristisch plaatsje is met een boulevard, waar zelfs in de winter nog veel reuring is. Nou, dit moet hem dan zijn, onze camperplaats voor vandaag. Dat is een mooi plekje. Dat is vet, joh. Een strandje erbij vanzelf. Uitzicht op de brug. En op het water en op eilandjes. Nou, ik zie ons hier al helemaal zitten met ons stoeltje zo. Ze vinden het een super plekje. Ja, hè? Vind ik ook. Ja, helemaal goed, Kees. Weet ik niet. Ben jij er ook blij met, Chico? Ja, gaan we straks lekker zwemmen. Winter in Turkije. Kijk eens hoe helder dat water hier is, joh. Echt hartstikke mooi. Pa, die waagt het er ook maar even op. Super helder water hier, hoor. Nou, mooi, hè? Ja. Toch. Voor het eerst moeten we zonnebrand smeren, want het zonnetje doet al goed zijn werk. En kijk eens naar de kleur van het water, echt betoverend mooi. We lopen even naar het centrum van dit plaatsje, want we hebben wel zin in een lekker hapje eten. Hier doen we het voor. We scoren een typisch Turks gerecht. Kebab. De volgende morgen trekken we weer verder. Pa begint zijn dag iets minder, want die is een drol tegengekomen. Wie de schuldige is, weten we nog steeds niet. Noordwesten op 15 Eylül-Kadesi, richting Yunus Emre-Kadesi. We rijden vanmorgen eerst naar Efeze. Het is een belangrijke archeologische locatie in Turkije en een van de grootste opgravingen gerelateerd aan het oude Griekenland. Een toeristische hotspot waar je u tegen zegt. Er is zoveel te zien op deze bijzondere plek en dat willen we jou ook graag laten zien. Het is even karren, maar dan heb je ook wat. Helaas is het weer deze morgen wat minder en moeten de ruitenwissers in actie komen. We passeren Izmir.
Zo, een drukke boel. Nou, nou. De twee na grootste stad van Turkije, ja. Izmir. Ja, wij slaan Izmir even over, want het is wel overweldigend groot. En om dat nu te gaan verkennen in een dag of twee dagen, dat is volgens mij geen doen. Schijnt het wel ook een mooie stad te zijn. Maar het is zo groot, we gaan wel Istanbul bezoeken. Ja. Is het plan. Op de terugweg. Maar Izmir laten we nu even rechts liggen. En wat een stad. Het is ongelooflijk groot. We rijden al heel lang door. Ja, het gaat maar door. Volgens mij wonen hier iets van 3 miljoen mensen of zo. Dat is echt bizar. Maar je rijdt er wel makkelijk doorheen, Kees. Ja, hartstikke mooie grote weg. Ja. Modern. Ik heb het gevoel dat ik daar door Parijs rijd, de periferiek of zo. Ja, maar wel heel ontspannen. Ja. Ja, kijk, je overal sirenes om je heen en wat hoort bij een grote stad. Ja, ja, ja. Maar ik moet zeggen, de infrastructuur is echt top. Ja hoor. En geen files zoals in Nederland? Nee, ook dat niet. Nee, nee, voor zo'n grote stad. We komen aan in Efeze en parkeren de camper op de parkeerplaats. In het toeristenseizoen wemelt het hier van de mensen. Met 2 miljoen bezoekers per jaar een ware trekpleister. Maar nu een beetje in winterslaap. De mannen bij de ingang van de historische site vervelen zich de blubber en zijn vooral actief op hun telefoon. Help aan, we zijn weer aangekomen bij de volgende bestemming. Efeze. Efeze. Maar misschien waarschijnlijk denk je, lopen de jongens nou op de bazaar? Ja. Nee, we zijn bijna in Efeze. En dat is een antieke wereldstad van 3500 jaar oud. Dat zou je niet zeggen als ik hier even... Je wordt ontvangen met hele goedkope horloges, handtassen zoals je daar ziet. En alles eigenlijk voor de gulzige toerist. Ja. Nou, daar kiezen wij vandaag even niet voor. Wat we wel hebben gedaan is een boek gekocht. Laat maar eens even zien. Paan, wat hebben wij zojuist aangeschaft? Maar ik krijg de indruk dat het een oude uitgave is. Dat we weer zijn gepakt. Ik zag er nog iemand met een boek lopen en die zag er veel nieuwer uit. Ja, ja. Oh, en... Dus ze hebben ons weer gepakt. Er staat bij nieuwe druk. Ja, nieuwe druk. Ja, oké. Maar ik denk dat die van 1985 is. Ja, net na mijn geboorte. Er is hier niks veranderd hoor. Er is hier niks veranderd. Nee. Het is wel leuk, het is een boek. Ja. En laat me eens even zien, want dan kan je zien hoe het nu is. Nu is bijvoorbeeld zo'n tempel en hoe het vroeger was. Dat was het zo. Nou, dat is een heel groot verschil. En zo staat er heel veel voorbeeldjes. Dit van, is het monument. Memmius. Ja, kijk dit nou, daar zie je. Ja, dat is er nog van over. Dat is natuurlijk niet veel. Nee, en zo was het. Er liep er ook een hond los, zie je? Oh ja, nou, er is weinig veranderd wat dat betreft. Ja. En er lag een gewillige man op een trap. Nou, dat zou jij kunnen zijn. Ja. Maar dit is wel echt een must-see als je hier in Turkije bent. Het is een heel belangrijke, historisch gezien belangrijke plek. Ja. Er is zoveel bewaard gebleven van die tijd eigenlijk nog. Dat is uniek. Ik geloof dat ze nog maar 25% hebben opgegraven. Dat is voornamelijk gedaan door Oostenrijkse archeologen en ook door Engelse archeologen. Die zijn hier aan de slag gegaan. En Petrus is hier geweest. Johannes is hier geweest. Ja, okay. Precies. Onder andere. Maar het is interessant. Dus wij gaan even een kijkje nemen hier in deze voormalige antieke wereldstad. Waar vroeger 200.000 mensen rondliepen. 200.000. Dat kan je niet voorstellen. Het was een stad waar van alles gebeurde. Waar mensen geëntertained werden in het theater. Waar mensen naar het bordeel gingen. Waar mensen naar de douche. Ze hadden ook al een rioleringssysteem. Ja. WC's. Dus dat was voor die tijd. Liepen die Romeinen. Zelfscankassa's. Nee. En dat is misschien maar beter ook. Want dat is natuurlijk de slechtste uitvinding ooit. Zelfscankassa's. En die supermarkt nu maar klagen. Oh, er wordt zoveel gestolen. Ja, wat denk je zelf? Ik kwam vanmorgen over het nieuws. Ja, maar hoe gek is dat? Dat weten we allemaal. Ze zitten allemaal de zakken te vullen in die supermarkt. En dan maar denken dat de mensheid te vertrouwen is door... Waar hebben we het trouwens ook? We staan in een voormalige antieke wereldstad. 3500 jaar oud. En we hebben het over de zelfscankassa's. Zo kan een gesprek wel eens anders lopen. Ja. Nou, we hebben de honden opgesloten in de camper. Dit is tegenwoordig de entree. Je gaat door poortjes heen. Ik weet niet wat we moeten betalen, maar op de parkeerplaats waren we al 6 euro kwijt. Dus dat zal hier ook wel weer. Wat kost het wel om hier binnen te gaan? Jij krijgt korting, hè? 75 plus korting. En je hebt een boek gekocht net van een local. Ja. Dus je hoort er ook helemaal bij. Boek uit 1985. Ja. 75. Een ticket, of niet? Ja, maar wat voor combinatie dan? Met duinruil. Ja, zoiets. Kunnen we nog een tiki-bad?
Ja. Two persons, please. A man of 75 years old, discount? Zelf. Nou. Neem jij ook niet meer mee, hoor. Krijg je niet eens korting. Nee? Nee, dat is erg. Kinderen en oude vandaag krijgen toch korting? Ja, ja, dat zou je zeggen, bij hem niet. Oké, okay, bankkaart, please. We lopen leeg hier, pa. Ja, hè? Ja. Nou, we zijn 42 euro lichter. Let it be good. Kijk, hij mag er gratis in. Dat is natuurlijk geen probleem. Nou, dan kan onze citytrip beginnen. Het is jammer weer. Hè? Waarom lukt het nooit bij jou? Ja, maar hierin. Ja, maar dat doe je toch even scannen? Nee, dat kan je toch zo. Hop. Hoe werkt dat? Ben je niet groen, hè? Oh, groen, ja. Ja, zie je wel. Nee. Nee. Oh. Scannen, zo. Scannen. Waarom kunnen we? De gemiddelde Australiër. Ja, zie je wel. Kijk. Ja, hè. En dan moet je die nog. Ja, doe die? Ja, top. We zijn binnen, pa. Ja, oké. Okay. We zijn ook een van de weinige toeristen vandaag. Ja, ja, het is daar hebben we dubbel tarief betaald, denk ik. Ja. Oh, nou, de man van de poortjes is ook even. Ja. Die is even koffie drinken. Ja. Of Turks theetje. Turks theetje. Ja. Oh. We lopen nu door de Havenstraat en achter ons, daar was ooit de haven. Voordat Efeze, de haven van Efeze, verzandde. Dus ze lag het in één keer niet meer aan zee. Nee. Dat zorgde er ook voor dat de stad totaal niet meer aantrekkelijk werd. Dat het verlaten werd op een gegeven moment. Ja. En dat het in handen viel van de Turken, rond 1400 dacht ik. Nou, de stad was eigenlijk niks meer. Niks meer over van de gloriedagen. Daarachter, Er was een bordeel. Bordeel. Daar ben ik net even eens kijken. Er ligt nog uit de oudheid een condoom. Jullie hebben gezien net. Dat echt heel eentje. Zit je me nou om in het gootje te nemen? Daar achter die muur. Ga maar kijken. Ga ik toch even kijken. Nou, niks te zien hoor hier. Heb je niks te zien? Nee, ik heb niks te zien. Nee, ja, maar je mag net achter die draad geweest. Maar hier is het. Daar mag je helemaal niet komen. 18. 18. 18. Dat is een bordeel geweest, ja. Bordeel. Ja, zie je. Dus ik lieg niet. Nee. Neem me niet een doodje. Nou. Is gewoon zo. Vroeger zag dat er zo uit. Ja. Overal leven. Ja, en tegenwoordig ziet het er zo uit. Is dit het? En daar zie je inderdaad nog de zee. Toen lag het nog aan zee. Ja, oh ja, 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 ja. Ja, achter mij zie je het grote theater. En dat zag er vroeger, ik weet niet of het kan zien, zo uit. Oh ja. En tegenwoordig. Dus zo. Er is best wel veel van bewaard gebleven. Ja. Ja, zeker. Er zaten gewoon 20.000 mensen werden geëntertained. Die zaten allemaal naar de volgende bestemming te kijken waarschijnlijk. Ja, dat zou kunnen. Het is immens groot. Ja, het is echt heel bijzonder dat dit allemaal, dat er nog zoveel bewaard is gebleven. Hier vochten vroeger de gladiatoren. En als je in de prachtige arena staat, kun je je voorstellen hoe dat moet zijn geweest. Er worden tegenwoordig regelmatig concerten gegeven. We lopen gewoon door een stad heen, die er eigenlijk niet meer is. Een grote stad. Ja, echt een grote stad, ja. Ja, waar ze maar een kwart van opgegraven hebben. Dus er is nog zoveel te zien. Maar hier in Efeze ligt ook een hele rijke Bijbelse geschiedenis. Ja, van Paulus. Er is veel geschreven over in de Bijbel over dit gebied, hè? Ja, van Paulus. Apostel Johannes. Ja. Zelfs zou Maria hier in de buurt nog een huisje hebben gehad. Ja, wat er allemaal van waar is, ik weet het allemaal niet. Maar er wordt wel al over geschreven in bepaalde... In de Bijbel. Bijbelstukken. Ja. Kun je nagaan hoe ver deze geschiedenis teruggaat. Ja, ja, als ze op één oudste stad van het Romeinse Rijk was, dan is het gigantisch natuurlijk. Ja. Ja. Nou, er komt toch in één keer een heel groepje Aziaten de hoek omzetten. En kijk maar uit, want ze lopen hier, vaak gewapend met selfie-stick, je zomaar omver als ze iets zien wat ze graag op de foto willen hebben. En dat is praktisch alles. Ik moet zeggen dat er nu toch wel aardig wat toeristen beginnen binnen te druppelen. Ja, heel veel Aziatische mensen, heel veel. Dat zie je natuurlijk vaker bij zo'n soort highlight. Maar nog in schril contrast met hoe het hier in het hoogseizoen is. Dan lopen hier de straten vol met mensen. Dus wat dat betreft vind ik het wel heel gaaf dat we nu zo'n ervaring hebben als vroeger.
Ja, met zo weinig toeristen. Zo, ik ga je bijna op mijn giegel. Vorig jaar hebben we dat gehad, of toen met de corona, dat we in Giethoorn gevaren hebben, ja, weet je wel. Ja. Toen raakten we zelfs daar verdwaald. Een beetje verdwaald, ja, met zijn bootje. Nou, ja, wij gaan natuurlijk vaak op pad off-season, ja, niet in de schoolvakanties. En dat heeft wel als voordeel dat je zulke soort hotspots als dit, ja, bijna voor jezelf hebt. Juist. Ja, op een stuk of 5 katten na en heel wat Aziatische mensen. Maar goed, hallo. Er zit er nog één op het dak. Toch wel grappig dat we dit boekje hebben gekocht. Ja, we zijn echt een beetje sprakeloos. Nou, dat gebeurt ons niet vaak. Ja, maar dit op te graven en zo. Dat is zo mooi. Dat het zo mooi bewaard, ja, is gebleven. Dat, ja, is echt, echt uniek. Dit is de Celsus Bibliotheek. Ik denk wel een van de best bewaarde gebouwen van de stad Efeze. Maar het is zo sierlijk en je gaat helemaal terug naar die tijd, joh. En het is ook niet zo dat je achter een lijntje staat te kijken op een afstandje. Nee, je loopt gewoon overal doorheen. Ja, hier staan wel kleine lijntjes gespannen, maar het is echt, je hebt een complete 3D-ervaring hoe het is om in een stad 3500 jaar geleden te lopen. En zo zag dat er van binnenuit, hoogstwaarschijnlijk. Als je kijkt naar die pilaren, is dat van, wat is dat, marmersteen of, ja, superhard steen, ja, natuurlijk. Zo gaat. Maar kan je nagaan hoe goed ze bouwden toen de tijd? Dat, ja, dat nog steeds staat. Ja, maar er was in de Phoenix-wijd in Nederland, dat staat er niet meer, hoor. Nee. De Romeinen liepen wel voor in de beschaving, hè? Ja, heel veel voor. Ja. Dat weten er weinig in de grinden. En deze bibliotheek is al een tijdje in deze staat. Want in het jaar 270 na Christus is het verwoest geraakt. Tijdens een aardbeving. Nooit meer opgebouwd. Nooit meer opgebouwd. Nee, dat gebeurt natuurlijk regelmatig hier, aardbevingen. We staan nu in de toiletgroep. Zit je allemaal naast elkaar? Ja, maar dat is toch gezellig? Ja, kan je even de dag doornemen. Ja. Maar dat was natuurlijk uniek voor die tijd hier. Ik neem aan dat je dan hier zo ging zitten. En, ja, je dingetje er doorheen. En je boodschapje doen. Ja. En dan kwam dat hier in het riool uit. Nou, dat was nog. Dat was een van de eerste. Zo zeg maar. Ja, zo zat je. Ja, dan zit je goed. Maar je zit achter het touwtje, pa. Ja, dat mag. Ja, ziet iemand. Jawel, er zitten heel veel mensen te kijken. Die zeggen van. Ja, maar dat is niet zo erg. Dat mag niet, Theo. Nee, maar dat komt dan hier onder terecht. Ja, dit was het riool. Nou, dat bestond nog helemaal niet toen. Dat hebben de Romeinen eigenlijk uitgevonden. Ja. Weer terug achter je touwtje, hè? Ja, ja. Mooi, hè? Het is wel super. Ja. 200.000 mensen ken je niet met één heren toilet en één dames toilet af. Nee, dan heb je wel een aardig toiletgroepje nodig. Moet je echt op een rijtje zitten. Ik denk dat het gezellig druk was hier in het toilethuis. Jij zat er net helemaal naast met je bordeel. Dat was helemaal niet daar. Dat is ook een grapje, hoor, Kees. Ja, grapje. Moet ook kunnen, hoor. Ja, zeker, vind ik wel. Maar nu willen we wel even weten waar het echte bordeel was toen de tijd. House of Pleasures, zo noemen ze dat ook wel. En dat was hier. Dat was hier, onder andere. Een soort peeskamertje natuurlijk, hè? Ja, nu, kleinere hokjes. Ja, nou, ik ben een paar even kwijt. Wat ga je doen? Ik hou je in de gaten, hè? Wij gaan Efeze weer verlaten. Als je wil, kan je hier echt een dag rondlopen. Ja. Heel bijzonder. Echt blij dat we dat gezien hebben. Ik hoop dat je mee hebt genoten ook van dit stukje historie in de vlog. En dan gaan wij nu door naar Cusidasi. Ja, ja. En dan gaan we misschien op een camper staan. Oh, sorry, mevrouw. Moet er even bij. Die wil ook naar bordeel waarschijnlijk. Ben je die kant op, mevrouw? Ja. Het is ook leuk, hè? Ja, nou, zeker. Denk ik. Tenminste, moeten we nog wel afwachten. Maar we komen op zoveel. Maar je fantasie neemt hier steeds meer de vrije loop. Ja, en, nou, ik wil niet helemaal weten op wat voor fantasie jij nou uitkomt hier op deze plek. En dat zorgt ervoor dat je doorkrijgt hoe groot de stad het geweest is. Dat de geschiedenis gaat leven. Ja, dat bedoel ik. Ja. Nou, ik even gezegd hebben. Dan gaan we, punt erachter, door naar de volgende bestemming. En dat is Cusidasi. Voor veel van jullie zal deze bestemming bekend in de oren klinken of zelfs vakantieherinneringen oproepen. Het is een populaire bestemming voor zonaanbidders, ook bij onder andere Nederlanders. We willen hier een paar dagen blijven om wat te relaxen en hebben een camping gezien die ons top lijkt. De eerste aanblik stemt ons positief.
vanuit Efeze zijn we aangekomen op een camping. Kusadassi. Kusadassi, eigenlijk redelijk, ja, gewoon in het centrum. Ja. Dat is wel weer uniek. Zeker. Ja. Het is een stille boel. Het is een dooie boel hier op de camping, maar het is wel een hele, ja, logisch, in de winter, hè? Ja, we kunnen douchen, ja. We kunnen water tappen en dagen in de kassen douchen. Is best wel leuk. Ja. De bazaar bezoeken, winkeltjes, supermarkt. Gaan we morgen allemaal doen? Gaan we morgen allemaal doen, ja. Ik heb heftig onderhandeld met de camping-eigenaar. Ja. Het was eigenlijk iets van 23 euro per nacht zonder stroom. Vond ik aan de stevige kant. Dus ik heb keihard onderhandeld. Ja. Het is nu 20 euro per nacht geworden. Ja. Nou, het is wel leuk dat je ook gewoon kan onderhandelen over de prijs van de camping. Ja, maar... Zeg ja, twee nachten. Korting. Nou, uiteindelijk ging hij daarmee overstag. Het is ook een beetje de sport natuurlijk. Ja. Dat leer je vanzelf als je iets langer in Turkije bent. De volgende morgen schijnt het zonnetje heerlijk in deze Turkse badplaats. De dag begint wel met wat huishoudelijke klusjes. Kijk, de zon schijnt. Ze kunnen zonnepanelen ook te werk doen. We zijn al meer dan 14 dagen onderweg. En nog niet ene keer aan de 22 gestaan. Hoi. Wat zit je... Ik zeg, we zijn nu al meer dan 14 dagen onderweg en nog niet ene keer aan de 220 gestaan. Power! We hebben 220 bij ons. Dat is super. Ja, maar dat is wel heerlijk hoor. Ja, dat is echt top. Ja. Ik ben zelfs hier. Ja. Ik ben aan het stofzuigen. Ja, ik heb de stofzuiger aan. Ik zet hem niet op vol vermogen, nee. Maar hij kan tot 1500 ja. Of zo. Nou, dus dat is gewoon... ja, koffiezetapparaatje. Ja. Alles erop draait. En nu schijnt de zon. Ja. Dus er komt nu 130 watt binnen. De zon moet nog een beetje tijden. Nou. Ja, dat kan niet beter. En je moet hierbij betalen, pa, voor de stroom. Ja, overal. En dat zou wij niet doen. Nou, ja. En plus dat we twee gasflessen hebben, dus we zijn helemaal zelfvoorzienend. En dat is heerlijk. Wat ook heerlijk is, is het weer hier. Nou, super, hè? Dus we gaan straks naar de bazaar. Ik heb al begrepen dat de bazaars niet echt open zijn. In de winter is dat... Ja, leeft dat niet te begrijpen. Veel winkels dicht, dat is wel jammer. Gisteren was wel, het uitgangspubliek was er wel. Ja. We waren allemaal zeker zo. Het is een wild nachtleven hier in Kusadassi. Ja. De voorzieningen zijn verder magertjes hier. Toiletten, we hebben gedoucht in de camper. Dat leek ons beter. Frisser en koud water. Kijk, als nu zometeen die zonnepanelen de werken doen, dan laat hij natuurlijk die boiler bij. En dan komt het warme water loopt zo door de panelen heen. Je ziet de leidingen lopen. Ja, kijk dan, zal het wel warm zijn. Maar gisteravond heb ik de douche 10 minuten open gehad en toen werd het lauw. Nou, daar kon je ook niet veel mee doen. Hé jongens, daar kon je weinig mee doen, hè? Ja. Klaar is Kees. Ja? Ja. Het wordt tijd voor een knipbeurt. En misschien nog wel meer. Kappa, dat was hoog nodig. Ja. Even naar de kapper. Even naar de Turkse koffie. Ik zou het mijn hand doen. Helemaal onderhanden laten nemen. Ja toch? Ja. Het hele pakket. Kost hier... Nou, dat niet. Dat hoop ik niet. Ja. Nou, zo. Ja. Die en die. En deze. Ja. Wat is het? Het zijn vaak hartstikke goede kappertjes, hoor. Die Turken. Ja, echt. Ja. Hij wordt lekker verwend hoor hier. Zo, je gezicht is al lekker glad. Ja, super. Nu nog aan eraf. Het is een Noordse glad geweest in jaren. Nee, echt niet hoor. Je hebt nog een ouderwets scherpraat. Ja, tuurlijk. Ja. Dat heb ik bij me, dat kopje van die scherpraat. Die is nou weer, dat ding scherp niet eens meer. Het is echt een drama, deze, van die kop. Af en toe moet je zeggen. Bij met deze. Ja. Oh ja.
Ja. Dat je hier. Ja. Ja. Hier in de. Die moet het nou. Dat moet in de bladen niet, ja. Nu. De vrachtwagen vanaf? Ja. Ik hoop wel dat er wel iets op blijft zitten. Ja, ja. Dat weet ik wel zeker, want hij doet hartstikke goed. Ik moet op Pa wachten en besluit toch maar even van de diensten van deze vakkundige heren gebruik te maken. Prima hoor. Zo vaar, ja, helemaal top. Perfect. Nou, ja, dank je. Je ziet er 10 jaar jonger uit. Ja. Ja. Ja, zeker. We kwamen voor een knipbeurt, maar er kwam nog een konijn uit de hoge hoed. Wat gaat hij nou doen? Nee, niet. Je horen alles wat meegenomen, joh. Heel perfect. Dan kan je ook niet meer naar mijn slechte grappen luisteren. Je hoort niks meer. Nee, ze zitten dicht. Ja. Oh. Wat er nu gaat gebeuren, weet ik niet. Geen idee ook. Ik krijg een facelift. Ja, denk het. Wat erg. Het wordt steeds erger. Wat is dit nou? Ik heb nooit zo'n complete behandeling gehad. Nee. Ja, klopt. Gaat hij nou helemaal buiten afhalen? Wat gaat er gebeuren? Oh, dat is warm. Oh, ja. Zo apart het? Ja, hè. Zo was in mijn oor. Oh, ik zie eruit zijn Laurens. We hebben een zeer, hè? Kunnen. Ik krijg er nog een hele massage bij. Dat gaat er flink hard naartoe, pa. Oh, mijn nek, jongen, gaat niet goed. Kun je zo tegen bij de Turkse kapper? Nou, het is een all-in behandeling, hoor. Dit. Het is wel lekker, of niet, man? Het doet wel pijn. Ja, nee. Ja, wel een beetje. Je moeder deed ook wel eens gestrest was, maar zo hebben ze niet. Daar teruggeslagen. Dan werd je gelijk gescheiden. Na deze verwenbehandeling, of marteling, daar zijn we nog niet helemaal over uit, gaan we even shoppen, want we hebben eigenlijk te weinig kleding van huis meegenomen. En dat is hier geen probleem, want je wordt er echt mee doodgesmeten. Alle topmerken vind je hier. Pa is hier druk aan het onderhandelen. De kapper zei van, kijk nog even bij de buurman, want die verkoopt brillen. Het zal een beroep van hem zijn. Het is een hele korte lijn hier. Ja, maar ik moet zeggen, aardig brilletje. Ja, maar dat was €25. Ja, maar dat, nou ja, maar dat vind ik te veel. 20. Dat is helemaal moeilijk kijken. Ik ga toch even een betere deal maken. Het is wel een fijn brilletje. Ja. Emporio Armani is een echte. Is dat real, hè? Yes. Real fake. Real fake. Yes, a real fake. Yes, it's real fake. Ja. Hij lijkt. Ja. Hij vindt deze goed. Nou, dan denk ik dat het wel goed is. Ja, ja. Ja. Wij van WC Eend. Van WC. Adviseren WC Eend. Ja. Wauw. Hij heeft nog nooit zoiets moois. Nee. This is sport mode. Ja. Yeah. This is little bit classic. Ja. Dat is meer klasse. Important you. Yeah. Like. Ik denk dat sportief meer bij mij past. Ja, sportief, ja. Sportief, ja. Sportief is nice. Ja, dat is sportiever, ja. Oké. You are very ja, sportief. Nou, bedaar geeft ook nog een compliment. Ja, ja. Dat doe jij nou nooit, pa. Nee, ja. Oké, okay, I will take this for 20 minutes. Okay. Yes? Yes. This is aphrodisiac. Ja. Yeah. You work, wait, oké. Okay. Ja. Yeah. Woman. Ja, oh, ja. Baker magnet. Yes. Nou ja, dat kan ik wel gebruiken. Ik zit al 3 weken naar mijn paard te kijken. Ja. Maar ja, hier. Zo. Die parfum vliegt net zo snel weg als ik hier. Thank you. Ja, see you later. See you later, alligator. Alligator. Nou, dat is echt een verwenddag hebben we gehad, hè? Zo. Dus, strak koppie. Ja, strak koppie. Ja. Geschoren, geknipt en geschoren. Geknipt en geschoren, ja. En echt overal die haartjes weggehaald. Ja, echt de schoonheidsbehandeling gehad. Ja. En gemasseerd. Ja. Masker.
Alles. En kleding gekocht? En ook kleding, echte merken, echte merken. Echte merken. Nou, we hadden eigenlijk te weinig, sorry voor de herrie, maar het is me hier toch een partij druk. Maar we hadden eigenlijk te weinig kleding bij ons, wat een beetje wat dunner is. Nou, pa heeft een echte North Face, en dat zei hij, hè? Een echte North Face. Ja, ja. En nog welk? Dit. Weet het, Sparrowcase. Ja. Lacoste. Ja, zie je? Twee stuks. Twee stuks, nou. En dat en, alles voor 50 euro. Ja, voor 50 euro, ja. De schoonheidsbehandeling voor ons twee was bij elkaar 40 euro. 40 euro. Nou, we hebben met z'n twee echt een uur gezeten of zo. Ja, dat was voor mij zeg maar 22, 23, voor jou 17. Ja. En nou, we zijn en, weer en nu, die kleding is zeg maar 50 euro. Ja, we moeten weer gaan pinnen. 1800 Turkse lier. Ja, ja. Maar dan moet je kijken wat je ervoor hebt. Zo, hartstikke veel. Ja, en daar loop je over 5 uur nog mee. Hoor. Zeker, dat is high quality, zei hij. Oh ja, en ik heb nog een zonnebril. Ja. Nou, hoe lang het allemaal mooi blijft, geen idee. Maar we hebben een hele leuke middag gehad in een Kusadashi. In de volgende vlog zie je onder andere dat we een moskee bezoeken en dat pa aan zijn hand wordt meegenomen tijdens een dienst. Door de imam zelf. En zijn we bij een bijzonder natuurverschijnsel. Is dit sneeuw of zit het anders? Je ziet het in de volgende vlog. Zo, weer genoeg om naar te kijken de aankomende tijd op mijn YouTube kanaal. Gegarandeerd ongeorganiseerd camperavontuur. Paar zit er nog van bij te komen. Trouwens, in de vorige vlog hadden we een afsluiter opgenomen. Ik vroeg jullie, waar hebben we dat opgenomen? Dat was inderdaad Cappadocia. Heel veel van jullie die hadden dat juist. En die avonturen zie je allemaal later. We zijn een geweldige serie aan het opnemen hier in Turkije. En ik geef je alvast even een sneak preview van, wat is het, 3,5 minuut. Ik heb even een leuk filmpje in elkaar geknutseld van wat wij de afgelopen tijd zo al hebben meegemaakt. Riemen vast! Ik heb er nou 12 voor ons. Nou wordt hij gewoon op straat gedeeld hoor, je ziet het. How much is that? Hij moet nog een beetje leren te onderhandelen. Zo'n weg hebben wij nog nooit genomen. Dit is echt. Als je weer komt. Kijk hier, die spleet in de weg. Oh, dit is toch echt geweldig, pa. Ik ga echt. Zo te genieten? Ja. Wat zijn wij toch weer bevoorrecht dat we zulke gave plekken kunnen bezoeken. Dit is zo schattig. Mijn hart breekt nu al. Ja, we wisten dat we dit een keer gingen meemaken. Schitterend toch? Dat is allemaal mee naar huis. Van gezelligheid. Oh, kijk. Oh! Er kwamen twee meiden uit en twee jongens gekleed. En die waren schaars gekleed. Ja. Kregen rode oortjes van. Ja. En de thee staat hier op het vuur. Dank u wel. Dat krijg je zo maar. Ja, het is zo gastvrij. We kijken, overal stof. Dit is net gebeurd. Kijk, bang voor je. Ik moet er echt even van bij komen. Ja. Kijk uit, er komt een geit aan. Die geiten moeten ook wel bellen, maar als ze de weg oplopen, ze hebben geen toeter. Jij kennis hier of niet? Ja. Deze voor zijn giecheltje. Haal je gebit er even uit, pa. We zijn eigenlijk op zoek naar kruipolie. Er komt een hele winkel tevoorschijn. Wat is dit nou, joh, kijk. Dit is toch geweldig? Wat een gekke huis, joh. Nou, volgens mij vindt ze het wel plezierig zo.
Oh jee, ze werd aan de bubs gelikt door een kameel. $1, $2, monsieur. Moet ik nou $1 betalen om een kameel te zien schijten? No, vind ik me, no. Je moet echt geen last van claustrofobie hebben. En de gangen van deze stad lopen tot zo'n 80 meter diepte. Zo, pa, wat hebben wij meegemaakt de afgelopen weken? Nou. En we gaan nog heel veel meemaken. Reden genoeg om te blijven kijken. En vertel het ook door, hè, dat wij bestaan. De vloggende bestemming. Ja. Aan iedereen die je kent. Zo is dat. Gaan we afsluiten. Abonneer nog even op het kanaal van de vloggende bestemming. En geef deze video, als je hem leuk vond, even een likeje. Vind ik leuk. En laat even een gezellige reactie achter onder deze video. Druk dan ook dat belletje in, want dan hoor je wanneer Kees en Theo, Chico en Trixie op jouw beeldscherm verschijnen. Gaan we afsluiten. Ik ga even gezellig naast jullie zitten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende bestemming. Doei.